Vandaag was het bewolkt in Nederland en dat kwam omdat er een warmtefront van het westen uit over ons land ging trekken. Dat ging niet zonder slag of stoot, er viel op veel plaatsen neerslag en in het oosten en noordoosten van het land ook sneeuw. Vanavond trekt de neerslag weg, of de sneeuw gaat over in regen. En de temperatuur die loopt er verder op, met uiteindelijk vanavond overal waarden boven het vriespunt. De wind neemt een kracht toe en wordt aan zee krachtig. Vannacht dan blijft de temperatuur oplopen. De temperaturen dan zo'n 3 tot 7 graden op de meeste plaatsen. En dat is al aanmerkelijk zachter dan we de afgelopen periode hebben gehad. De temperatuur die van 7 graden verandert niet heel veel meer, alleen in het noordoosten van het land verandert die 3 graden en 6 graden. Met name in het oosten- en noordoosten wat morgen regen. Zondag zien we op meer plaatsen regen, ook nog bij een temperatuur van 7 graden. Het blijft vrij stevig waaien. En vooral zondag, in de loop van de namiddag en avond, kan het aan zee stevig waaien uit het noordwesten. Na het weekend wordt het wat kouder, neemt de kans op een winterse bui toe, maar zien we ook af en toe de zon.